Dit zijn allemaal verschillende shots waar ik steeds al mijn LUTs op heb gezet. Dit is de Rack 709 look. Dit is mijn Boost LUT, Lush, Cinema, Film, Fresh, Vintage, Steel, Hollywood, Ice en Black. Oftewel de zwart-wit LUT. En eigenlijk, heel eerlijk, als je naar nou alles kijkt, ziet alles er gewoon gaaf uit. Vintage is tof, als je meer die vintage look wilt. Steel is vet, een beetje meer dat blauwe in de schaduwen. Hollywood, die heeft echt een beetje die speciale diepe blauwe tinten. Fresh ziet er ook goed uit. Film is ook gaaf, weer heel wat anders. Je ziet echt een heel duidelijk verschil in die kleurtinten in die schaduwen. Hier heb je wat meer rodere schaduwen. Hier heb je wat meer blauwere schaduwen. Cinema is nogmaals de LUT die ik heb gebruikt voor mijn documentaire. Lush is een wat meer neutrale filmische LUT. En boost kun je overal opzetten. Boost geeft letterlijk een boost aan al je footage. Dus dit is voor en dit is na. Maar goed, niet iedere lut werkt echt perfect op ieder soort shot. Het is maar net wat voor kleuren er al in het shot zitten en die lut kan dat dan mooi echter uithalen. Soms werkt een bepaalde lut totaal niet op een bepaald soort footage, dus dan moet je gewoon een andere pakken. Maar even kijken wat we hier nog meer hebben. Dit is een mooi handbiking shot. Nou, zoals je ziet hebben we hier weer mooi een standaard beeld. Dit is de boost lut. Dat ziet er niet verkeerd uit. Lush is ook wel heel erg gaaf. Je ziet duidelijk het verschil tussen boost en Lush. Dus boost geeft een ja, letterlijk een boost aan het Rack 709 beeld. Een klein hintje blauwer, zie je terugkomen. Maar Lush is wat meer dat filmische, beetje dat groenige gouden tintje. Cinema pusht hem echt naar de next level. Een klein beetje faded Blacks. En nog wat meer van die filmische gouden tinten. Maar goed, vind je in dit geval die faded blacks iets te veel van het goede? Wat doe je dan? Pak je weer de clip aan de onderkant natuurlijk. Ga je naar basic corrections en nu ga je de blacks naar beneden trekken. Wat gebeurt er dan? De blacks gaan naar beneden en je krijgt meer contrast. Dus dat kan je doen. Moeten we moeten wel altijd uitkijken dat je niet te ver poest, dat de zwartwaarden stuk gaan. Dus we doen een klein beetje naar beneden, shadows naar beneden, highlights misschien weer een beetje omhoog. En nu heb ik met deze aanpassingen net even iets meer contrast gecreëerd, als ik dat wil. Maar nu maak ik wel gebruik van de mooie kleuren en contrasten van Cinema. Maar ik heb net iets meer contrast toegevoegd, als je dat wilt voor een bepaald shot. Film is ook echt heel erg gaaf, totaal andere look. Fresh vind ik zelf ook tof. Ja, ik vind ze allemaal tof. Maar je ziet dus dat eigenlijk iedere LUT op zijn manier wel werkt. Nou, mooi shotje dat ik aan het filmen ben. Boost, Lush, Cinema. Eigenlijk werkt alles gewoon heel erg goed. En daar ben ik blij mee, want ik wil juist zo min mogelijk wijzigingen doen. Ja, hier zie je dat het eigenlijk iets te veel contrast begint te krijgen. Dus dit REC709 shot is iets te flats. Maar na die boost LUT is het weer iets te veel van het goede. Nu kun je de intensiteit van de LUT verlagen. Maar nogmaals, dat is niet wat we willen. We willen alleen eventjes het contrast fixen. Dus we gaan hieronder. En dan doen we de shadows iets omhoog. Highlights weer iets naar beneden. Contrast iets volgen. En dan hebben we dit. Dit is voor. En dit is na. Gefixt met een paar slide'tjes. Maar nogmaals, je moet weten wat je doet en waar je het toepast in de workflow. En dan krijg je topresultaten. En eigenlijk zie ik nou dat ja, alles te veel contrast heeft. Dus wat doe ik? Ik kopieer even die wijziging. En die gaan we hierop plakken. Dus dit is nu de Lush Lut die gefixt is: Cinema, Film, Fresh, Vintage. Nou, Vintage heeft van zichzelf al wat minder contrast. Dus die hoeft voor mij niet. Steel, ziet er ook goed uit. Steel heeft ook iets meer die faded blacks in, uh, in de lut zitten. Hollywood, de naam zegt het al: ICE, Het zorgt voor hele coole tinten, ook in die highlights. In dit geval ja, past het niet bij deze setting. Dat kan. Black en White, altijd vet. Hier heb ik een heel gaaf shot van een trouwfilm. Dit is ook met een uh, 1 4 Pro-Mist geschoten. Dat zien we aan die uh, highlight blooming. Maar eigenlijk zien we dat de meeste luts er goed uitzien. Hij is iets te veel exposure en iets te weinig contrast. Dus dat kunnen we nog fixen. Maar ik zal even laten zien op welke lut ik dat ga doen. Want ik vind zelf Fresh heel erg mooi voor trouwfilms. En eigenlijk ziet het er best goed uit. Wat kunnen we hier nog aan doen? Schaduw kunnen we een beetje verlagen voor meer contrast. Maar daar wordt hij een beetje donker van. Dus doen we exposure een tikje omhoog. Kunnen we de witbalans misschien aanpassen. Iets warmer. Ja, kan, kan een paar puntjes warmer. Wat doet de tint? Tint even twee puntjes omhoog. En dan is dit voor en dit is na. Binnen een paar wijzigingen een schitterend resultaat. Ja, hier een echte corporate shoot. Dit is van een event. En eigenlijk ziet het Rack 709-beeld er al heel gaaf uit. Want je had hier een mooie belichting vanaf boven. Maar dit zijn de luts. Dus boost, boom. Gelijk echt een knal. Meer pop, meer contrast, iets mooiere kleuren. Lush is weer net iets meer filmisch. Cinema nog iets meer filmisch. Maar in dit geval vind ik eigenlijk Lush dan wat mooier. Hier hebben we film. Vind ik niet zo mooi op deze. Fresh is gewoon goed. Vintage past hier niet heel goed bij. Stil kan wel heel vet zijn, zoals je ziet. Mooie frisse tonen. Hollywood is weer echt duidelijk anders. Het is echt een look. Je moet ervan houden. En het moet passen bij het soort project dat je aan het maken bent. Ice is iets te cool in dit geval. En black and white, ja, je gaat geen corporate shoot in black and white doen, maar het ziet er wel vet uit. Dus in dit geval vind ik steel wel heel erg gaaf. En lush vind ik ook heel erg gaaf. Ik weet dat deze klant houdt van een beetje warmere tinten, dus dan zou ik eerder lush toepassen. Nou wil ik nog iets meer die warme tinten eruit halen, dan kan ik de witbalans bijvoorbeeld iets verhogen. Alright, volgende shot. Ja, om even te laten zien hoe vet die luts wel niet zijn. Moet je kijken. Boom. Fucking vet. Hier weer een echte corporate shoot. Een interview. En dit is een van mijn favoriete interviews die ik heb gedaan. Ik vind de shot gewoon heel gaaf. Mooie kleur ook in de achtergrond. En eigenlijk is het Direct 709-beeld al heel erg mooi. Maar we gaan weer door de luts heen. Dit is Boost. Super mooi toch. En deze kan je nogmaals gratis downloaden. Lush is vet. Cinema is vet. Film is iets te rood in dit geval. Fresh is ook heel gaaf. Vintage, mooi, maar past naar mijn mening niet helemaal goed bij deze shoot. Maar nu komt, wat mij betreft, de allermooiste voor dit shot en dit soort shoots. Steel. Deze vind ik gewoon echt fucking wet. Mooie huidskleuren, mooie blauwe tinten. Het is net een beetje dat strakke, ook weer dat cinematische, zonder dat het echt een overdreven look wordt. En Hollywood is ook gaaf, Net een beetje andere tinten. Als je jouw klanten wil verrassen met echt een gave color grading, pak die Steel Lut. Die is echt heel erg vet. Nou, Talking Headshotje. Rack 709 ziet er prima uit. Boost. Nog veel vetter. Lush ook mooi. Cinema. Ja, niet helemaal mijn smaak voor dit soort shot. Film ook niet. Te, te warm, wat mij betreft. Fresh kan vet zijn, maar dan moet je misschien iets meer saturatie aan toevoegen. Vintage. Best wel tof, maar ook weer niet helemaal mijn vibe voor dit shot. Stil kan ik wel heel erg waarderen op dit shot. Je ziet ook echt mooi die blauwe tinten in dat grijs terugkomen. Heel erg vet. Maar het is nog niet perfect. Hoe gaan we dat doen? Dat gaan we doen door te kijken naar wat er mis is met dit shot. Ik zie dat hij net iets te hoog in de belichting zit, in de middons en in de schaduwen. Dus dan gaan we de schaduw naar beneden trekken. Klaar. That's it. Ik ben gewoon echt blij met deze LUTS. Hollywood is ook weer heel vet, schaduw naar beneden, gaaf. IJs komt weer net niet uit in deze shots. En dan een mooi shotje vanuit IJsland, ga er even snel doorheen. Je ziet gewoon dat alles tof uitziet. Dit is een shotje uit mijn Ardennen film. Dit is Rack 79, is al heel erg mooi. Boost is ook mooi, Lush en Cinema ook. Maar de mooiste hier vind ik film. Dit is ook de look die ik heb toegepast op de hele Ardennen film. En nu komt die warme look gewoon heel erg van pas. Omdat ik heel erg veel werkte met de zon in deze film. Dus dit is heel erg gaaf. Maar ook die andere LUT's werken hier prima op. En dan hebben we hier een drone shotje van Stoksnes in IJsland. Is al heel erg mooi van zichzelf. Dit heb ik dus geconverteerd met mijn D-Cinelike LUT. Dus van D-Cinelike naar Rec 709. hier bovenop heb ik mijn creatieve luts geplaatst en ik denk dat ik bijvoorbeeld Lush wel heel mooi vind, maar ik zie dat we te veel contrast krijgen in die schaduwen en dat de highlights iets te fel beginnen te worden. Dus wat gaan we oplossen? Weer op de clip eronder, schaduw omhoog, highlights naar beneden, contrast iets verhogen en dan is dit voor en dit is na. Prachtig. Wat je ook kunt doen is met een mask eventjes hier alleen de highlights naar beneden trekken. Dan heb je een iets meer gefocust resultaat op die highlights. Maar voor het voorbeeld vind ik dit uh, al erg mooi. Ja, dit vind ik ook een heel mooi shot. Want de kleuren die erin zitten, zijn van zichzelf al cinematisch, wat mij betreft. Maar met de juiste lut kunnen we het nog mooier maken. Lush vind ik heel erg gaaf. Die, die is gewoon heel erg goed voor algemene cinematische looks. Film is ook wel echt tof. Heel ander soort kleurstijl, maar ook mooi. Fresh is top. De frisse look bij de sneeuw en het ijs werkt heel erg lekker. Vintage is ook eigenlijk tof. Steel wordt misschien iets te blauwer in dit geval. Hollywood, hetzelfde verhaal. En de ijs kan in dit geval juist wel heel erg vet zijn. Nou, deze ga ik ook even snel doorheen. Een heel gaaf shot die je nog gaver kan maken met de juiste lut. In dit geval vind ik de film lut heel erg mooi om echt die warme tonen te accentueren. Maar je kan juist ook voor die hele koele tonen gaan met de ice Lut. Een mooi paard in IJsland tegen licht is al een heel gaaf shot van zichzelf. Maar met die boost lut krijg je die echte lekkere klap contrast en kleuren bovenop. We willen iets meer cinematisch look, hebben we Lush, cinema. Nou, noem het maar op. Fresh is ook heel erg vet. Net iets meer die muted saturatie. Allemaal vet. En dan hebben we iets heel anders. Een MMA wedstrijd. Dit is Rack 709, ziet er ook al goed uit. Dit heb ik met mijn slo 3 conversion LUT graded. Maar met een creatieve LUT wordt het nog veel mooier: Boost, Lush. Je ziet duidelijk dus nu het verschil tussen de kleurtonen. Het doet natuurlijk heel veel qua kleur, maar hier in die highlights zie je het ook weer voornamelijk terugkomen. Deze witte tonen worden nou ietsjes... Ietsjes geler, ietsjes warmer. Iets meer cinematisch, wat mij betreft. En bij Boost zie je dat die mooi neutraal blijven. En juist met een hintje naar blauw. Dus het is maar net voor welke stijl je wil gaan. Cinema is ook echt heel erg vet hierop. veel eigenlijk ook. Fresh ook heel erg vet. Vintage ook, ja. Het wordt gewoon bijna moeilijk kiezen, omdat ze allemaal zo goed zijn. Hollywood is ook heel erg vet. Je krijgt echt dat mooie diepe blauwe tintje hier overal. Ja, lekker hoor. En zwart-wit is ook vet voor de vechtsport. Ziet er gaaf uit, ziet er gaaf uit. Deze vind ik heel vet. Dus echt een hele mooie kleurstelling. Ook vet. Ja, allemaal tof. Je ziet dus dat die luts ontzettend goed werken op allerlei soorten footage en dat je ook hele mooie, gevarieerde, creatieve looks krijgt. Dat in combinatie met de tips die ik heb gedeeld zorgt er echt voor dat je hele mooie color grading gaat bereiken. Heb je nou interesse in mijn luts, klik dan even op dit kaartje en klik op dit kaartje voor nog meer praktische color grading tips. Ik wil je enorm bedanken als je mijn luts hebt gekocht. Daarmee support je mijn kanaal rechtstreeks, dus bedankt daarvoor. Ook bedankt voor het kijken. Laat nog even een dikke like achter. En dan zie ik je in de volgende video. Later!